Ingesproken teksten van Epictetus uit Engerion, de laatste twee nummers, nummers 46 en 53. We beginnen uiteraard met nummer 46. Meramus, seaudon epes philosophon. Epes is natuurlijk de persoonsvorm. Oh, dan moet ik het rood doen. Het is een cognitief, dat zie je ook aan die iota subscriptum en die eta die daarbij zit. En het is in de hoofdzin met het woordje meramus erbij. En mer geeft aan, ook oh, dat is een verhindering. Dus noem jezelf in geen enkele situatie een filosoof. Mede la lei tropolu en idiota spiriton theorematon. La lei is een imperatief, dus eigenlijk staat die cognitief daar en die imperatief op dezelfde hoogte. Cognitief is iets vriendelijker, maar het doet hetzelfde uit natuurlijk. En spreek niet tropolu. Veel, spreekt niet veel, en idiotas, bij normale burgers, bij niet-filosofen, over theorematoon. Theoremata zijn filosofische leerstellingen, alles over het puur technicon, over de logos, zo moet je allemaal niet over hebben, want ze begrijpen het allemaal toch niet. En bovendien is het schadelijk, want je doet daarmee alsof je heel wat bent, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is, dat moet je gewoon niet doen. Alla poiei, ook een gebiedende wijze, zoals lalei, maar doe datgene wat afkomstig is van de theoretische leerstellingen, wat daaruit voortvloeit. Dus je moet leven volgens je principes en niet de principes zelf verkondigen. Hoion komt vaak voorbij, Epictetus, kun je gewoon vertalen met bijvoorbeeld, en symposioi merlegen. Bijvoorbeeld, spreek niet bij een feestje en symposion, post hij estiën, hoe het nodig is te eten, hoe je moet eten. Al estie hoosdij, maar eet zoals het nodig is, zoals het moet. Zijn we daar. Dat is een mooie uitspraak. Men lege, al estie legen. Estie is tegenover elkaar, estiein en dij. Memneso gar, memneso is een ingewikkeld werkwoord, komt van memnesco, zich herinneren of melding maken van. En perfectum daarvan wordt vaak gebruikt als een presens. Hier deze vorm is een perfect medium. Imperatieves enkelvoud. Want bedenk, dat komt vaak voor de memnesio, dus dit is gewoon uit je hoofd, memnesio. Want bedenk dat, houdos af herreike pantagoten Socrates to epidecticon. Dat Socrates, de held van bijna alle filosofen, zo van alle kanten pantagoten totaal, zo totaal, de uiterlijke schijn had weggehaald, af herijke van af hereo, cruscum perfectum, afgehaald. En de uiterlijke schijn is, wordt hier speciaal bedoeld van de filosofen, maar wordt ook wel in het algemeen meer gebruikt bij Socrates manieren om van gewone burgers te zeggen van ja, je denkt wel dat je iets bent, maar in feite weet je eigenlijk helemaal niks. Je denkt wel dat je een belangrijk mens bent, maar eigenlijk weet je niks. Je denkt dat je een generaal bent, maar je weet niet eens wat moed is. Je denkt dat je een rechter bent, maar je weet niet eens wat rechtvaardigheid is. Als je doorvraagt, weten mensen het eigenlijk helemaal niet. Dus dat was inderdaad zijn ding bij Socrates. Hij had het epidecticon van de mensen weg, de uiterlijke schijn. Hij had dat zo gedaan, hoogste dat ergonto van ergomai, gaan, hè, dat zij gingen, en die zij zijn de boulomenoi, degene die willen, degene die willen, sustaternai, in contact worden gebracht met de filosofen door hem, dat zij gingen naar hem toe, pros auton, naar Socrates toe, en hij, ab erge en autos, en hij bracht ze er ook heen, dus hij kon me helemaal niet schelen dat die mensen hem niet erkenden als een groot filosoof. Nee, zei, als je die belangrijke mensen, belangrijk tussen aanhalingstekens, mensen wil zien, ik vind het prima, en hij ging ze niet eens belachelijk maken ook. Hij zei van, als die mensen dat willen, dan doe ik dat. Ga ik verder. Houtos en eigen to parhoromenos. Zo verdroeg hij het, an egomai, verdragen, zijn imperfectum, zo verdroeg hij het parhoromenos, om over het hoofd te worden gezien. Parhorao is nu voorbij kijken, kijk hoe het staat in de woordenlijst, over het hoofd zien, niet erkennen. Zo verdroeg hij het om over het hoofd gezien te worden. Kai an, periterom theorematos tinos en idiotas epiptelogos. En wanneer het gesprek valt op een theorematos tinos, op een
een van de filosofische leerstelling. En idiotuis, te midden van niet-filosofen, te midden van normale burgers. Siopa, topoli. Zwijg dan over het algemeen, meestal. Want megas kunnenos uitos ex emesai. Want het gevaar is groot, megas. En este moet je aanvullen. Uitos ex emesai. Ex emesai komt van ex emeo, een infinitivus aoristus. Dat je het meteen uitmaakt of het meteen uit te braken. Uit te kotsen. En wat uit te kotsen? Ho ook epepsa's. Datgene wat, hè, ho is een relatief met een ingesloten antecedent, datgene wat jij niet hebt verteerd. Van pesso is dat verteren. Kan je houdt dan epij, zo het is, en wanneer iemand aan jou zegt, epij, collectivus futuranus of generalis, hier weer aan het ander, hè, wanneer iemand aan jou zegt dat je niets weet, hoe dan oista, oita is die weet, is een perfecte vorm, met een prezen betekenis, dus hier ook een perfecte twee denkfout, maar je vertaalt het met jij weet, dat je niets weet, kaisume dechtijs, nou, dechtijs komt van daknoop bijten, of irriteren wordt dat ook vaak vertaald, en dus een ouders is passief connectief, ook in een hoofdzin, dus het is een adhortatief, laat jij niet gebeten worden, erger je je dan niet, staat het dan een beetje vrij vertaald. Laat jij dan niet gebeten worden. Maar tot is die, maar weet dan, is die, is de imperatief van oida, ook een vrij gekke vormen. Weet dan dat arge to ergo, arge van argomai beginnen, zodat jij begint met je werk, met het echte werk. Nou, dat hele gedoe met het oista, oida en oista, is natuurlijk een hele directe verwijzing naar die uitspraak van Socrates, van ik weet, het enige wat ik weet, is dat ik niets weet. En hoida, holti oida en oida. Nou, als iemand dat tegen jou zegt van Uden Oista, dan kun je meteen denken aan Socrates van ja, die zei ook dat hij niks wist. En hij is de grootste filosoof, dus helemaal niet zo heel erg. Is dan niet geïrriteerd, dan weet dan dat jij dan pas begint met je werk. Dus dan kun je gaan bouwen. In feite. Epei caita proata, en dan krijg je een mooie vergelijking met die schapen. Want, epei, want, ook de schapen, ta probata. En dan epidek, nu jij is natuurlijk een enkelvoud hier, in persoonsvorm, omdat het onderwerp onderwijs een meervoud is. Want ook de schapen tonen niet aan de herders, toipoi mijn zin, terwijl zij gras dragen, en dan tonen zij niet poson efagen, hoeveel ze hebben gegeten. Dus ze gaan niet met hun gras naar de herders toe om te zeggen van kijk, dit hebben we gegraasd. Nee, zij zijn natuurlijk gewoon schapen, dus ze eten en ze verteren dat gras. En op een gegeven moment dan komt er ook wol en melk en dan dat is het product. En dan kan die herder ook zien van, oh, goed gedaan. Dus je moet gewoon even wachten, geduld hebben en dan pas krijg je het echte. Daar heeft een herder ook iets aan. Dat is eigenlijk het idee. Toon hoeveel gras je hebt gegeten, dat is natuurlijk totaal zinloos. Alla ten nomen, esopip, santa iria, exofirete, kankala. Veerij is een persoonsvorm, dat zijn die schapen natuurlijk die onderwerp zijn. Maar zij dragen, zij brengen tenomen ezo pepsanta van pessoe, dat verteren. Nadat zij verteerd hebben het gegeten gras van binnen in hun maag, dan brengen zij exo naar buiten, iria wol, kaigana en melk. Kaisutonun metate oemeta tois. Jotas, nu en ook jij dan, Tornun, toon niet aan de gewone mensen, Jotas, Tati Remata, de filosofische leerstellingen, maar toon ta erga, het resultaat daarvan, op autoon daarvan, van de filosofische leerstellingen, perftentoon, nadat zij verteerd zijn. En ta erga, het resultaat is inderdaad goede filosofische leeft. Daar gaat het in feite om. En dan het laatste stuk van het Engedion van Epictetus, nummer 53. Een soort afsluiting met vier citaten. En die vier citaten zijn als volgt. Nou, hij begint dan met een inleidingje. Epipantos, in alle gevallen, in elke omstandigheid, progeira ectheon tauta. Moet men hebben ectheon progeira tauta. Deze dingen bij de hand. En deze dingen zijn de volgende citaten. Eerst van Cleantes. Cleantes is ook een filosofische
leermeester, ook een stoïcijn, die zei, Agu, van Agomai, lijden, leid mij, o Zeus, en jij ook, hepe promene, lot, hè, datgene wat vastgelegd is, lot, hoppoi, waar ooit, potten, ik maar neergezet ben, emi diatitakmenos, waar ik maar neergezet ben, hupot, humin, ooit door jullie, humin is een datum, auctoris, en vertalen met door. Hos epsomai aoknos, want ik zal volgen aoknos zonder aarzelen. En de metelo, en wanneer ik niet wil, kakos kinomenos, omdat ik laf ben geworden, uden heton hepsomai, zal ik niet minder volgen. Dat is natuurlijk het beeld van die hond en die fietsen. Je kunt beter gewoon lekker meelopen. Dat is veel makkelijker en fijner, want die fiets gaat toch wel vooruit. En als je tegenstribbelt, word je meegestuurd. Alleen dan is het veel vervelender. Dus dat zegt Cleantes. Dan het tweede citaat. Hostis ananke sunke goreken kaloos, sofos parhemin kaitatea epistatai. Al wie, en dan moet ik even spieken, sungorio zich schikken in, dus het perfectum. Al wie zich heeft geschikt naar de noodzakelijkheid. Ananke, betekent letterlijk noodzakelijkheid, wordt natuurlijk hier vertaald met het lot, want in het oog van de Stoïcijnen is dat hetzelfde. Noodzakelijkheid en het lot, dat is datgene wat er nou eenmaal noodzakelijk aan zit te komen, wat vast ligt. Dus daar moet je naar voegen. Al wie zich geschikt heeft op een goede manier, kaloos. In het lot, en kaloos is op een goede manier, is natuurlijk wel met je hersens erbij. Je moet nadenken, je moet zelf je eigen mogelijkheden benutten. Je moet niet zomaar mee laten drijven, maar wel denken, hoe moet ik het doen en dat dan doen. Kaloos is op een goede manier. Die is sophos. Die is wijs, parhemin, in onze ogen. Est in aanvullen. Kaitateia epistatai. En hij kent de goddelijke dingen. Zij weet hoe het in elkaar zit, hij kent de goddelijke dingen. Dan twee beroemde en hele ontroerende citaten, allebei van Socrates, eigenlijk van Plato, die het beschreven heeft, maar het gaat alweer over Socrates, in zijn laatste uren, waarbij iedereen aan het huilen is in zijn gevangenis, alleen Socrates zelf niet, en Kriton, een van de aanwezigen, die is ook aan het huilen, en die zegt, nee, Socrates, drink nou nog niet, laat nou maar even wachten, doe het nou niet. Ik heb nog even tijd, drink die beker nou nog niet. En dan zegt Socrates van al, o Kriton, ei taute torstios philon, taute genesto. Maar Kriton, als het geliefd is aan de goden op deze manier, taute, taute, dan op deze manier moet het gebeuren, genesto. Daar is niets aan te doen. En hier staat dus geliefd aan de goden, is gewoon watgene wat volgens het lot vast ligt. En dan laatste citaat ook van Plato. En dan gaat het, dat is ook over Socrates natuurlijk. En Socrates zegt van ja, die Anitos en Melitos, dat zijn de twee aanklagers van Socrates, die hem hebben gezorgd dat hij in de gevangenis kwam. Ja, die kunnen mij wel doden, apoktenai, eme de Anitos, Melitos, apoktenai, men dunatai. Dus Anitos en Melitos kunnen mij wel doden, maar niet schaden. Oftewel, Socrates zegt van, doden is één ding, maar echt mijn ziel schade doen, dat is iets heel anders. Doden gaan nou iets over het lichamelijke, dat is niet echt iets van mij in feite, dat is alleen maar een omhulsel. Wat mij omgaat is de ziel. En die kunnen zij niet schaden, de echte Socrates, die kunnen ze niet aankomen. En dat is nu ook een hele mooie uitspraak.